Kleren zijn van Menno Voortman en Annemarie Westen, twee net afgestudeerde ontwerpers van de HKU, modeontwerpers. En ik heb voor Menno zijn eindshow gelopen, maar vandaar dat ik met hem in contact ben gebleven en we hebben besloten om samen te werken met elkaar, elkaar te helpen. Tot nu toe heb ik van Menno Voortman alleen bij optredens en schoenen aangehad. En de kleding die we nu aantrekken is van hun afstudeercollectie. En, maar terwijl dat wij dit aan het doen zijn, zijn zij in hun atelier ontzettend hard aan het werken om onze nieuwe podiumkleding in elkaar te krijgen. En die is wel echt gemaakt bij de muziek en bij de onderwerpen die we in de teksten hebben en melodieën. En die gaan we dan gewoon elke show dragen. Ik denk wel dat dit het is een samenwerking tussen twee modeontwerpers en de band April. Hij is heel erg bezig met genderbending, noem je dat. En dat is, dat zal je straks zien, bijvoorbeeld een taille creëren bij een man, terwijl de man helemaal niet van nature een taille heeft. En daar speelt hij mee en dit is het nu verkeerd hoor. En ik denk dat wij daar in de muziek of als duo ook wel mee bezig zijn, heel erg. Omdat we ons toch proberen te profileren als een bandje dat het anders doet. Of anders wil, of andere ideeën heeft. Of in ieder geval hele sterke eigen ideeën over wat de verdeling tussen een man, vrouw en een band kan zijn. En er wordt ook merchandise gemaakt. Ik krijg allemaal t-shirts en tasjes worden er gemaakt, ook door Annemarie en Menno ontworpen. Annemarie doet niet per se aan genderbending, dat zegt Menno's ding. Dit is van haar afstudeercollectie en het heet Atmosphere. Good morning, always a good night. Op het podium zijn gewoon April en geen modellen, maar... We proberen op die manier wel het April-platform vorm te geven door kleding van ontwerpers aan te trekken. Om hun zo ook te laten zien, zeg maar. Die kleding wordt ontworpen voor ons. Dat doen we in een samenwerking, omdat we dat interessant vinden. Het cross-mediale, verschillende samenwerkingen, zonder dat we iets meer van elkaar vragen dan dat we kunnen geven zonder geld of zonder dat er voor wederdiensten. En ik denk dat dat het belangrijkste is. En dat dat dan nu met de modeontwerpers is. Dat we deze in de spotlight zetten. Is omdat dat nu heel relevant is. Omdat we er middenin zitten. Maar we zouden het ook kunnen doen met kunstenaars. Die hebben we ook. Die platen voor ons ontwerpen. Of een cd-hoes. Of op die manier.